Vandaag gaan we kijken naar de coin ADA, met daarachter het platform Cardano. ADA is momenteel een van de meest populaire en een van de grootste altcoins die er bestaat. Ze staan namelijk op plek 5 van de grootste coins op CoinMarketCap. En vandaag gaan we kijken of dit een interessante coin is, wat het is en of je hem mogelijk zelf wilt gaan aanschaffen. Hoi allemaal, mijn naam is Jorik en welkom terug op mijn kanaal. Mocht je nou nieuw zijn, vergeet je dan niet te abonneren en vergeet absoluut niet een blauw duimpje omhoog achter te laten. Daarmee help je mij ontzettend veel om deze video meer gezien te krijgen. Je kan mij ook volgen op Instagram waar ik dagelijkse updates post over mijn eigen portfolio en ook over beleggen en crypto in het algemeen. Vandaag gaan we het hebben over Cardano. En Cardano is, zoals ze zeggen, een derde generatie blockchain technologie en daarachter zit ook een stukje met smart contracts. En achter het stukje Cardano zit het betaalsysteem of de munt ADA. Mocht je je nou afvragen wat die derde generatie blockchain precies inhoudt, ik zal het even kort uitleggen. De eerste generatie blockchain zijn eigenlijk de eerste paar coins die op de markt kwamen. Het zijn bijvoorbeeld Bitcoin, Litecoin, Dogecoin. Die vallen daaronder en die maken gebruik van bepaalde technologieën. Onder andere van de Proof of Work, waar miners bloks valideren en daarvoor een beloning krijgen. Het is ontzettend milieuvervuilend en intensief. En dit is een verouderde technologie. Daarnaast zijn er ook heel veel restricties op het aantal transacties die kunnen worden uitgevoerd. En is het gewoon niet zo heel goed schaalbaar. Dan heb je ook nog een tweede generatie blockchain. Ook daar wordt nog gebruik gemaakt van de proof of work algoritmes of van de proof of work modellen. Er zijn wel meer mogelijkheden tot schaalbaarheid en meer mogelijkheden met ook smart contracts, etc. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Ethereum, maar ook het platform NIO valt onder de tweede generatie blockchain. Cardano wordt gezien als een derde generatie blockchain. Daar wordt gebruik gemaakt van een proof of stake systeem in plaats van proof of work. Bij proof of work zijn het dus miners die algoritmes oplossen, lastige wiskundige formules oplossen, door middel van heel veel rekenkracht in een computer en zo bloks valideren in de blockchain. Bij de derde generatie gebeurt dat door middel van een proof of stake. Je zet jouw munten als het ware in het netwerk. Met het merendeel van de munten wordt gekeken of een transactie valide is of de blockchain niet veranderd is. En ze hebben dus altijd een meerderheid nodig om tot een consensus te komen om die blok te valideren. Nou, dat is natuurlijk veel efficiënter voor het milieu en daarnaast ook gewoon heel gunstig als investeerder. Want je kan jouw munten steken, dus eigenlijk inzetten om die bloks te valideren en daarvoor beloningen krijgen. En hiervoor heb je dus geen mining rack of een goede computer nodig met veel videokaarten om die munten te minen. Het is dus heel interessant om bij dit soort munten ook jouw munten te gaan steken, omdat je nog een reward krijgt van vaak meer dan 5, soms wel 10% rendement per jaar op die munt. Dat krijg je dan vaak terug in het aantal munten. Nou, het voordeel met die derde generatie blockchain is dat de technologieën gewoon zoveel doorontwikkeld zijn dat er veel meer mogelijk is. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Bitcoin, is een eerste generatie blockchain en daar kunnen slechts 7 transacties per seconde plaatsvinden. Dat is helemaal niks als je kijkt hoe groot die munt al is. Dit zorgt vaak voor veel opstoppingen en maakt de transactiekosten gewoon onnodig duur. Op het moment dat Cardano gereleased was in 2017, was het mogelijk om tot meer dan 200 transacties per seconde te verwerken. Dat is nog steeds niet een ontzettend hoog aantal als je kijkt, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld betaalsystemen zoals een Mastercard of een Visa, maar wel al een stuk meer dan Bitcoin heeft. Echter is dit alweer verleden tijd, want er is inmiddels een layer 2 oplossing uitgebracht op het netwerk van Cardano, genaamd Hydra. En dat zorgt ervoor dat er meer dan 1 miljoen transacties per seconde uitgevoerd kunnen worden. Dat is dus veel meer dan waarschijnlijk ooit nodig zullen zijn en is dat hele probleem in één keer opgelost. Dat betekent dat transacties op het Cardano-netwerk gewoon vele malen sneller zullen worden uitgevoerd als bijvoorbeeld een Bitcoin of een Ethereum, die namelijk gewoon gelimiteerd zijn aan het aantal transacties dat ze kunnen uitvoeren. Ethereum is wel bezig met een 2.0 versie van Ethereum, die over de komende jaren wordt uitgerold en ook dit probleem zal tackelen, maar momenteel zijn die grote munten nog niet in staat om zoveel transacties uit te voeren. Cardano heeft het nu dus wel voor elkaar met die layer 2 oplossing om dat op te lossen. Verder is Cardano enigszins te vergelijken met Ethereum. Ze maken ook gebruik van smart contracts waarop dus bijvoorbeeld applicaties gepusht kunnen worden die gedecentraliseerd zijn via het Cardano netwerk. Zelf heeft Cardano al een drietal applicaties uitgerold waarvan er één een identity management tool is die kan worden ingezet om bepaalde gegevens te valideren, bijvoorbeeld voor het openen van een bankrekening. En daarnaast kunnen de twee andere applicaties ingezet worden voor producttracering. Dat is dus even in het kort het Cardano-platform met daarachter de munt ADA uitgelegd. Met een market cap van ongeveer 55 miljard dollar is de munt ADA de op 4 na grootste munt die op dit moment in de cryptomarkt aanwezig is. Ze staan dus op plek 5 vlak achter de Binance Coin, BNB. Momenteel zijn er ongeveer 32 miljard ADA-munten in omloop.
De maximale supply is 45 miljard. We zitten dus al ruim 2/3 van de maximale supply. De prijs per munt bedraagt momenteel ongeveer $1,75. Hij schommelt een beetje rond die prijs. Echter is die de laatste tijd wel heel volatiel geweest. Als we kijken naar het afgelopen jaar, zie je dat hij eigenlijk de laatste maanden een hele flinke stijging heeft ingezet. Deze stijging bedroeg op het hoogste punt ongeveer $2.30. In de recente crash die heeft plaatsgevonden, is de munt terug afgezakt naar $1.30. Vervolgens is hij inmiddels wel weer hersteld en staat hij momenteel dus ongeveer op $1.75. Verder is ADA bij bijna elke exchange te koop. Het is natuurlijk een van de allergrootste munten, dus die is gewoon bij bijna elk platform beschikbaar. Onder andere de grote platformen zoals een Binance, een Kraken, een Coinbase, maar ook veel Nederlandse en Europese platformen, daar is de munt gewoon beschikbaar. Mocht je nou willen weten of een munt beschikbaar is op een bepaald platform, dan kan je op CoinMarketCap de munt aanklikken en iets naar beneden scrollen. Daar zie je namelijk alle markten waarin die actief is per valuta. Als je bijvoorbeeld kijkt bij Cardano in dit geval naar de exchanges, dan zie je bijvoorbeeld dat Binance er vaker in terugkomt. Dat komt omdat je bij Binance kan verhandelen met bijvoorbeeld een USD, een Bitcoin of een BNB coin. Je kan hem dus aanschaffen via meerdere betaalmiddelen of meerdere coins. En je kan hier dus ook zien bij welke exchanges de munt allemaal beschikbaar is. Nou, de grote munten zijn vaak bij elke exchange wel beschikbaar, maar het is wel heel interessant voor de kleinere coins omdat die niet altijd overal beschikbaar zijn. We zijn natuurlijk allemaal heel benieuwd wat er met de koers van deze munt gaat gebeuren. Maar het is natuurlijk heel lastig om dit van tevoren in te schatten. Over het algemeen zijn de recensies en ook analisten louter positief over de munt ADA en het platform Cardano wat erachter zit. Toch is het nooit te voorspellen wat zo'n munt gaat doen. Als de hele cryptomarkt in zijn algemeen instort, dan zal de munt ongetwijfeld meebewegen. En daar heb je gewoon heel weinig invloed over. Zelf ben ik echter heel positief over de cryptomarkt en ik denk ook dat deze in de toekomst heel flink kan gaan stijgen. Tuurlijk blijft het een risico en daarom beleg ik slechts een klein deel van mijn portfolio in crypto, ook een deeltje in ADA, maar hou er rekening mee dat het wel risicovol is. Ik heb ook gekeken naar wat de analisten zeggen qua prijsverwachtingen en die lopen heel ver uiteen. Als we kijken naar de prijsverwachtingen voor eind dit jaar, dus eind 2021, is de laatste die ik heb gevonden $1.26, waar ik dus al ruim boven staat. Maar dit was gezegd in het begin van het jaar toen de prijs volgens mij $10 of $20 was. Terwijl de andere, recentelijkere, die zegt zelfs een prijskoers van $11 per stuk eind van dit jaar. Zoals je dus ook al kan zien hieraan, analisten hebben ook geen flauw idee wat er met die munt zou kunnen gebeuren, zoals eigenlijk altijd. Maar de prijzen liggen wel heel ver uiteen die hier worden verwacht. Een beetje gemiddeld zie ik tussen de $3 en $5 wat er verwacht wordt voor eind dit jaar. Met natuurlijk in de komende jaren nog meer stijging potentieel. Maar het blijft lastig te voorspellen. Ik heb zelf een stuk of 5 of 6 recensies en artikelen gelezen van analisten waar ze die prijsverwachtingen doen. En die liggen gewoon enorm uiteen. Zowel voor het komende jaar als voor over 5 jaar. Het is dus heel moeilijk om je hierop vast te pinnen. Maar persoonlijk denk ik wel dat de munt zal gaan stijgen. En ik denk dat $3 eind van het jaar zeker mogelijk is. Mits we in een goede markt blijven in crypto. Als er een algemene bear market volgt, dan wordt het natuurlijk heel lastig. Want ook dan zal Cardano, ADA gewoon meezakken met de beurs of met de hele cryptomarkt. Maar mocht het een beetje oké, of eigenlijk gewoon goed gaan blijven gaan in de cryptomarkt, dan verwacht ik dat Cardano zeker richting die $3 per stuk kan gaan voor eind van dit jaar. En dan rest natuurlijk de laatste vraag, moet je ADA aanschaffen of niet? Persoonlijk denk ik het wel, ik vind het een goede munt, maar het verschilt natuurlijk altijd per persoon en per portfolio of het in jouw portfolio past. Persoonlijk heb ik een kleine positie in ADA en die ga ik mogelijk binnenkort nog meer vergroten, omdat die gewoon nog wat lager staat als die all-time high van recentelijk. Ik verwacht dat die daar overheen kan gaan. Zoals ik net al zei, ik denk dat die wel naar $3 per stuk kan gaan voor eind van het jaar. En zodoende wil ik mijn positie in Cardano, in ADA, dus vergroten. Onthoud wel, dit is geen financieel advies. Kijk altijd heel goed zelf naar je portfolio of het erin past en of het past in jouw risicoprofiel. Maar hou daar dus wel goed rekening mee. Dit was van mijn kant mijn view op ADA. Ik ben heel benieuwd wat jullie denken over deze munt. Laat het me zeker weten in de comments. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog achter te laten onder deze video. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Tot ziens!